In het circus zeggen ze altijd rakieren. Goedenavond, goedenavond. Waarde burgemeester en schepenen en gemeenteraadsleden. Carnavalisten en andere tisten. Oosteniers, Oosteneskes en vrienden van buitenland. Oud-Lodderoegen, metjes en pitjes. Vrienden en vijanden. Mensen van de pers. DAK, DNA, Ayopedia en carnavalskoentje, die van Blankenberg weggelopen is voor hier komen een foto te trekken. Dag Koentje. Allemaal van harte welkom op deze boekvoorstelling van het 50 van Lodderoegen. Ik weet dat het warm is en dat allemaal destijds, maar je toch nog een beetje moeten wachten met te drinken op de receptie. Als feestzitter van deze 54-jarige vereniging, dat is toch wel 50 op, want het is 54, ben ik zeer vereerd en fier om dit prachtige naslagwerk, dit 50 van Lot, te mogen voorstellen. Als jonge knaap van 15 jaar werd ik door een vriend meegenomen naar de couverture in de schoolstraat. Om bij zijn onkel, Chris, te gaan kijken naar de opbouw van een carnavalwagen van de toenmalige, net opgerichte folkloregroep De Lodderoegen. Deze persoon is hier normaal vandaag niet aanwezig zijn, maar hij spijt ik in bed leren blijven hangen bij Jean-Jacques. De toenmalige voorzitter, Taloen Pool, vroeg ons of we geen lid wilden worden van deze vereniging. De twijfel was in onze ogen te lezen, zodat Paul de volgende hilarische woorden uitsprak. Jij taagt niet zeker. En dat er, als 50-jarige deugenieten, was dat een brug te ver. We sloten ons bij deze vereniging, die juist ontstaan was door meningsverschil tussen werkers en niet-werkers. Dat hierna nog altijd. En de werkenden scheurden zich af, onder leiding van de gebroeders Taloen, Paul en Erik, Carmen Moreels, Mark van der Straten, Paul Hoebeek, Paula Bakkaert, en hadden zij dus Universitas verlaten. Ik kan u ondertussen zeggen dat van de 6 namen die ik opgenoemd heb, de jongens allemaal overleden zijn. Dus het enigste zijn de 2 vrouwen, ik weet niet hoe dat komt, maar de vrouwen in carnaval, dat is een sterk gras, hè, pastor. De Lodderoegen. We spreken hier van 1970, inmiddels 54 jaar geleden. Een mensenleven. Een van mijn voorgangers, voorzitter van een andere vereniging, Willy van Mosselvelde van Lol, die zou op zijn 50ste jubileum verdommen, 50 jaar daar slank. Maar ik vind dat die 54 jaar hier snel voorbij gevlogen zijn. Door het actieve leven dat de Lodderoegen leiden, laat het nu dit actieve leven zijn dat het doel was van dit naslagwerk. We hebben getracht door heel veel foto's, en je kunt er af en toe wel een paar zien die hier te ver schoon komen, die ooit bij de Lodderoegen geweest zijn, de mensen ergens een plaatsje te geven in dit boek. 432 bladzijden is dik dit boek. Staat iedereen in dat boek? Nee. Want er zijn heel veel mensen bij de Lodderoegen geweest. En als er alle jaren 10 bij komen en er van alle jaren 5 af, dan krijgen er nog 500. Stoot alles in dit boek? Nee, ik alles stoot niet in dat boek. Want dat is omdat ze er 4 moeten maken. En dat is een werk van barmhartigheid, dat dames jongens 2 jaar ongewerkt hebben. En waarvoor ik chapeau heb, want ik heb geen geroon, maar je ziet niet wat dat heeft. Als ik dat boek opende bij de drukker, meneer de drukker, verstaan je? Heer, van achter nog eens bedankt. Drukker. Ik kreeg kiekenvlies. Als ik zag hoe dat het afgewerkt was van binnen, dat de kleuren gezet worden, ik vond het banalig. Ons eerste boek, 30 jaar Lodderoegen, en dat is in 1900, in 2000 uitgekomen. Er was nog veel vraag nog. Dus wat hebben we gedaan? We hebben in dit boek
die eerste 30 terug in verwerkt. In de originele versie alleen bijgekleurd en opgefriste tekeningen van gemaakt. Dat eerste boek bevatte onder 24 bladzijden voor 30 jaar. Voor de volgende 22 jaar zijn dat ze maar even als een klein 250 bagen komen. Pauze. De geschiedenis in dit naslagwerk van de Lodderwegen is het werk van een ganse vereniging. Een vereniging die bekend staat voor een groot aantal leden. En dat symboliseren we dan ook met de kaft. Er staan 120 mensen op deze kaft. En wie onze kop niet wil zien en toch een boek in zijn boekenkast wil zetten, doet de kaft eraf en in een schone boek met een gaanopdruk AKV de Lodderwegen naar kast te zetten. Ik weet dat iedereen niet op onze smoel kan zien. Ik zou ten eerst en vooral, dus er zijn nog geen boeken uitgereikt, eerst en vooral een davend applaus vragen voor de twee jongens die dag en nacht foto's gezocht hebben, die de layout, de eerste layout gemokt hebben, die bij duizenden foto's moeten gewoon zijn voor deze te krijgen, Niels en Thierry. De boeken stonden. Niels en Thierry, wat zeg je? Moet jij niet wegsteken? Kom, kom maar pitje, monniker. Hier niet, hè? Vergeet hem niet de versie. Anders kun je direct in blauw worden. En dat ze er dag en nacht over gewerkt hebben, daar ben ik zeker van. Maar als dat allemaal gezet was, ik blijf niet meer wat staan, voor de groepsfoto's heb ik. Als dat allemaal gezet was en gestuurd was, ging dat naar iemand anders die dat 432 bladzijden naar zijn computer moest jagen. En hij had dat een paar keer moeten doen, want dat is een paar keer in een verkeerde layout en dat is een paar keer met verkeerde kleuren. Dus de man die vader nog meer als dag en nacht en wat kans er hier toe zat, voor dat te mogen, onze Patrick van Erk. Ik ben nog goed te gaan aan het springen. De foto's op de kaft zijn gemaakt door een jong talent in fotografie, maar ze is het niet, want ze heeft een opdracht op een ander. Dat is Chiara, grootvriend. En de man. Ja, als je niet is, mag ik me bespreken. De man die de boeken, de sponsoring bij je bracht en het mogelijk maakte dat toch die een boek op die een of andere manier het wereld, het licht zag, is onze dijk. Dijk, hoe zit je? Moet je van achter in de zool zitten? Ja, met dat geluid. En de man die de boekingen boeit en die onze reclame deed in alles wat er nog was en op de site, Steve Otwa. Ik wil ook iedereen die foto's van ons ingestuurd heeft bedanken, zoals André, Permentier, Chris de Wolf, Koen de Vogelaar, Carnaval Koentje, Soren de Klef, Ajoenpedia, Jos van Malden en de fotografen die ons zo mooi in beeld brengen. En als je namen gebijzigd hebben, zijn foto's die ze ons van zijn leven al gegeven hebben. Dus, geen plagiaat, niks, geen zingen verdienen. Ik wil ook zeker al onze sponsors danken die door hun bijdrage het mogelijk gemaakt hebben dit werk te maken en in hoofdplaats ons Mitje en Pitje Christel. En als ik geen neem, dan een beetje Christel zelf een boek heeft. De burgemeester werd overvallen. Christel voor de foto heeft gedaan, is gewoon, dank u. Ik dank ook de mensen die op voorhand ingeschreven hebben voor hun geduld.
Want ja, 2 jaar, hè, dat is een eeuwigheid in veel mensen in Roegen, maar die hebben 2 jaar geleden zenden die er inderdaad heeft 50 euro gestart hebben. De feit dat het dan nog een lumineus idee, want die mensen zijn praktisch allemaal verzamelaars. Die krijgen van ons, iedereen die dat boek meedoet vandaag, graag nog een nominetje. En het zijn alleen de die een boek gaan hebben die dat nominet nemen. En je moet niet afkomen, alleen de die. En zeker nog een woordje van dank van de firma die dit prachtige drukwerk gemaakt heeft, de firma Groendruk. Ik zou zeggen, ik geef uit mijn boek, maar het alleen. Ja. Het is subiet de bedoeling dat men op deze boek, op deze prachtige boek, rekenen. Op deze prachtige boek een glasje gaan drinken en een hapje eten, maar ik geef nu eerst het woord, heren, geen hoofd gaan. Ik geef eerst het woord aan onze burgervader van de stad, mijn goede vriend Christophe, want die wil toch nog een woordje zeggen. En als het nou gedaan heeft, doen we eerst een keer drinken en dan komt er nog een kleine ceremonie. Dank u wel. Hoogstjes en hoogstjesjes. Ik wil zeggen dat ik graag content ben dat ik hier mag zijn. En je mag vier en groschen wat dat de Lodderogen hier vandaag opnieuw presteren. Bedankt dat we hier mochten zijn. Veel gekende gezichten van allerlei collega's. Een hond dat goed afgericht is, wanneer dat een eentje blaf en dat het niet anders vernoemd werd. Alles is onder controle in deze zaal. Beste mensen, je mag het vragen om ieder naar Johan. En ieder naar Johan zal het er zeggen. Onst, dat is meer dan een plos op de landkaart. Wij zijn niet één van de 13 in een dozijn. Wij zijn iets speciaals en dat is eigenlijk ook de Lodderogen. De Lodderogen, dat is veel meer dan een carnavalgroep. Veel, veel meer. Dat is een toos. Dat is een gemeenschap die leeft van creativiteit en van samenhorigheid. Ik kan het ook in toos dus zeggen. Samen een ziel trekken. Jullie hebben niet zomaar een carnavalgroep gekozen. In al de andere groepen tot de stad is er bij de Lodderogen gekomen. En dat heeft natuurlijk goede redenen, want de Lodderogen, dat is een bijzonder levendige groep. Dat is een bijzonder dynamische groep. Ik heb schitterende herinneringen als ik hier mocht komen bij de voorstelling van haar thema. Of na de stoeten. Afgelopen jaar ben ik, en dat is voor mij toch een beetje ongebruikelijk, 6 keer niet in het Volkshuis geweest. Nou, er waren veel goede momenten met de Lodderogen. De Lodderogen, dat is niet zomaar dus een groep. Dat is een brok vol geschiedenis, cultuur en traditie, waar dat ons mag vier op zijn. En dat ligt nou vast in een boek. En die boek, dat is een levenswerk. Dat is een levenswerk van al die mensen die hier zijn, al de Lodderogen, en in het bijzonder ook toch van onze generaal, de Christ, en al de mensen dat ik niet allemaal bij naam ga noemen, want er zullen hier nog een twaalfje zitten, maar dat is allemaal erverdienste en erwerk. En ik zal ergeren een applaus vragen voor haarzelf. De Lodderogen, dat is een groep met een rijk historisch en cultureel verleden. En dat werd dan vastgelegd. Dat is magnifiek. Ik vind trouwens dat veel groepen dat stichtend voorbeeld zo moeten volgen. Waarin zijn wij goed in ons? We zijn eigenlijk in 2 dingen bijzonder goed. Wij zijn de mensen van de creativiteit. Je weet het of je weet het niet, maar Tomorrowland, die is ooit gevonden op de Grote Markt in Oost. Als de pompiers in de jaren 70 serieel oneen geschakeld stonden, dan was er nog geen Tomorrowland. Maar wij wisten al dat dat bestond. Die is ooit gevonden in Oost. Wij zijn altijd creatieve mensen geweest.
Als je nou door een pretpark gaat, veel van de decors die zijn door oosterse handen gekomen. Dat is wat men Fier en Grosch meegen op zijn. En die creativiteit dat werd enorm gestimuleerd bij de Lodderogen. Een tweede zaak wat men graag goed in zijn, Oost en de Lodderogen, dat is met alles en iedereen lachen. En dat moeten we ook blijven doen. Zelfspot, satire, vreugd. De vreugd die we verdienen met carnaval. Moesten we de Lodderogen proberen samen te vatten in een paar adjectieven? Ik heb er een paar gezocht. Authentiek, creatief, humoristisch, goedhartig, rondborstig en licht anarchistisch. Ik pijs dat dat ongeveer de volledige samenvatting is van de Lodderogen. Beste Johan, er is toch niemand die van de Ramon in de zool? Ja. Ja, hier niemand? Ik heb goed nieuws. Echt goed nieuws. Het visum werd verlengd, dat mag een paar uur langer blijven. Oké. Okay. Dus, aan alles en aan iedereen, aan de meesten van ons en van verder buiten, geniet van die boek. En in speciaal voor de Lodderogen zou ik nog iets willen parafraseren vanavond, en alleen vanavond. Vergeet het niet, Lodderogen zemmen, en dat vinden we ferm. Proficiat! Meneer de Binnenmeester, dank u voor die hele mooie woorden. Gij kwart van mij een schoon exemplaar. En ik weet dat ze dat kinderen erin stond. En gewoon ze natuurlijk de kist in zijn. Op ons geluk. Alsjeblieft. Dank u wel. We gaan na over tot een glaasje drinken. Dus ze mij een beetje een verdrinken brengen, dat we even op ons op kunnen komen. Ik ga ze best en wat ik ook ondertussen, de persoon die mij dus door die hallen gebracht heeft en mij in de carnavalwereld gestort is, Frank Verhofstadt, is toegekomen. Geef hem een applaus, dat is de oorzaak dat ik in avond sta. We gaan hier drinken, we gaan een hapje knabbelen en dan gaan we nog even iets anders doen. Een jubileumgevoel dat nog moet herkomen van met het dorp, dus ik weet dat allemaal nog wat blijft. Dan de boeken, degene die een boek bestelde me en de mensen van de sponsoring die een boek al gaan afhalen in het eerste potje. En al de rest die een boek graag hebben kunnen straks, na dat ceremonieke nog, kunnen gerust nog een boek gaan afhalen of komen kopen. Dus nou even santeges en even knabbelen tot ze niet. Moet ik even iets recht zetten. Iets dat er mooi vergeten was. Ik was telkens zo'n naam in, dus, en af en toe ben je dat niet te vergeten. En hoe ik de tekenaars die geen toon had. Normaal bij ons een dorp, en door een burgemeester alles van, ons dorp is dikwijls al beneden, omdat dat niet plezant is, de roe heeft toch voor mogen. En normaal gezien, we zijn een A-groep. En met een A-groep wil ik zeggen dat er die mensen bij zijn. Ik ga naar de 55 lot, Bogie ga naar de 54 euro lot. Hé, weet je, hier moet je zijn. Altijd op Marie van Roosje. Wat is dat nou? Zijn dat ons eerst nog een commissie doen? Zijn? Vanaf een jaar of 15 bij de Lodderogen zijn er altijd als de mensen die een keer een extra krijgen in een jubilee. En dus dat extra was bij de veiligen, met carnaval gepasseerd is, was ik te lood. En we hebben nog onder haar recht zitten, de fotografen zijn hier, dat komt in overal wat nog kan. En ik zou graag hier op het podium hebben, mensen die 15 jaar lid zijn van de Lodderogen, Niels, Elke, Steef, Steve en Kippen de Slieven, maar Kippen de Slieven die is er niet, die is wel al Kippen geschoven. Niels, Elke en Steve.
Naar daar oor goed. Altijd. Geef maar, Steve. Niels. Ja. Niels, geef maar. Steve. En Elke. Dit is het werk van onze vriend Bram. De baren en die een beetje doet het uit voor die tieken, dus de middel dat het uitgelopen is. Voilà, de meest mooie fout weer rechtgezet. Voor de 15-jarigen. Ik heb hier nu 20 jaar lid. En dat is toch al iets, 20 jaar. Af en toe hij doet een keer een cateringsje en af en toe is er een keer boven. Overal dus op dat 20 jaar. Turken, kom lekker naar dat wijn. Dat mag niet open. Je mag je dat wel geven, maar dat mag nog niet open. En dan is er nog een die 45 jaar van de Lodrogen is. Ons Eva. Ik had toch vrij al gezegd, ik maar toch niet op podium wonen. Naast Tonair, voor dat open te doen en om de mensen te laten zien waar dat door op staat. Toch geen naaktfoto, hè? Ik geef je een garantie. Maar ik heb nog niet gevangen. Allee, wil je dan nog open doen in plaats van bezig te geven? Ja, voorzichtig. Hier is dat niemand. Pas op, en het schoentje van alles, dat ze bij ons thuis altijd binnenkomt en dat hij twee minuten op de zetel gestoven zich niet gezien. Dat op hier een foto kan. Elke zit er in de geveer, dat is toch weer na. Is dat beter? Ja. Dit worden de jubilarissen van 2024. Het is het moment geworden waarop je de boeken kunt komen afholen en we dat op een gemakkelijk kunt drinken en dat ik ooit schien met schieven. In het buitengewoon van de zool, ze biedt, zouden nog allemaal een bonsje voor beneden. Maar die charmante mensen, Yves en Nathalie, geef ze graag een davend applaus, zodat we hier alles mee van bijgeven. Naar Mol, ik zit er met een boekje aan, maar ik heb naar Mol een boek om een ol, dus ik weet niet waarom dat je dat doet. Ja, omdat je een sponsor zet, dus dat ik weer aan veel tosten. Nathalie komt gewoon ten achter. Anders zou ze nog vechten we erin te lezen. Voilà beste mensen, mijn opdracht zit erop. Dank alle aanwezigen om hier te komen. Ik hoop dat mijn opvolgers de ingeslagen weg gewoon volgen en binnen enkele jaren, als ik binnen een jaar of zes, dat er een katern komt op deze boek, maar dat dat dan voor de generoosjes zijn die de naam ontwerken is, ik hoop verder in pensioen. Ik dank u. Giet u weer verder iets zeggen? Allee, absoluut weer zeggen. Er is iemand die iets wil zeggen, dus ja. En dan een aanbewoker moet je altijd luisteren. En bewokers, dat is hoor, hè?
Goedenavond allemaal. Beste mensen, als gewezen toezichter van Dal wil ik toch vanavond ook de lodderoeigen een warm hart toedragen. Een applaus geven, samen met haar. En ik mag spreken in naam van mijn collega's Herman en ook Parwa, die de nummer is. Maar de Lodderoeigen is altijd een groep geweest waar je kost op rekenen als toezichter die ook, en zeker en vast Herman, en ik wil dat er echt nog even bedanken, er waren momenten dat echt in Dal een keer boven ons tijwater ging en dan kostte men een keer bij Herman gewoon en zo van kom jongens, hè, we gaan dat oplossen. We riepen naar de micro, komt allemaal nog de containers, alle groepen die dat doet met een afgeveerdigde en ten kwam het, ten begost het, want ten ging Herman een keres op een verroeisje staan, dat is al een grote mens, maar dan ging op een verroeisje staan en dan zo mannetjes, zo kan het niet verder. En dat hij zijn vruchten afgeworpen. En daarom wil ik niet alleen de Lodderoeigen, maar zeker doen, Herman, verschrikkelijk nog bedanken. Geef ze nog een applaus en doe nog fijne jaren voor. Merci allemaal. Ik kan er nooit iets willen zeggen, anders is het moment, hè. Anders, drink nog één, pak daar bonnetjes erbij mee, hol daar boeken af. Degene die een boek moet nemen of bestel nemen, hol die, en er zijn er nog te koop. Op is op, we hebben er maar 300, dus op is op. En we mogen er geen boeien. Bedankt!